Ja, op de huidige moment is Mark Baten aan het vliegvissen op de Demer. En het is toch niet een locatie, zoals je ziet, wat je zo makkelijk kunt bereiken. Maar we gaan even op zoek. Mark, vanwaar die interesse om te vliegvissen op de Demer? Wel, het is enorm plezant om te zien dat er eindelijk vis op zit, zo dicht bij huis, dat we niet altijd naar het buitenland moeten en naar de Ardennen, om toch nog iets te zien. En ik weet, jaren terug, ik denk een jaar of 15, 16 terug, was dat nog altijd een riool. Hè. Het is opmerkelijk hoe vlug dat de Demer zich hersteld heeft, nu met de laatste overstromingen verleden jaar. Dat heeft er niet goed aan gedaan met de visbestand, maar het is toch plezant dat je hier terug toch wat scholen zien van kopvorm en van karper. En we gaan proberen dat er iemand zo vriendelijk is om toch eens een keer toe te happen, maar er zijn Niet echt hongerig op het moment. De ondervinding is toch dat de vis vrij schuw is op de Demer, is het niet? Ja, dit is zeer opmerkelijk. Ja, enorm schuw. En hebt u daar een of andere verklaring voor? Waaraan kan dat liggen? Of? Ik denk voornamelijk dat het water enorm helder is hier. En dat is de enige verklaring die ik ervoor heb. Want hier zie je weinig vissen, dus de visdruk zal miniem zijn hier. Dus het is nu niet dat ze hengelaars kennen. Maar het is voornamelijk, het is enorm. Hè. Ik schat dat dat hier bijna een meter diep is en je ziet dus perfecte bodem. Dat is fantastisch om te zien. Hè. Mark, eigenlijk ben ik gewend om vliegvissers eigenlijk te zien vissen staande in het water. Nu, ja. Bij uitzondering bent u vanaf de kant aan het vissen. Hoe komt dit? Wel, ik ben de dag begonnen met de overkant in het water te gaan. Maar omdat er zo schuw is de vis en je zou dan in principe vanaf een 20 meter de vis moeten kunnen benaderen en met de laaghangende takken gauw het echt niet. En er was geen kasten aan, dus ik heb al wel wat meer in de bomen gehangen langs die kant.
En dat is de reden waarom. Normaal doe ik dat ook niet graag, maar ja, het is echt het noodzaak op het moment. Een goede visser past zich gewoon aan de situatie, ja, daar komt erop neer. Voilà. Inderdaad. Inderdaad. Maar dat heeft ook wel zijn charme. Hè. We kunnen je skills een beetje aanscherpen. Maar die, ja, die kwam achterna, maar... U hebt intussen al wat verschillende aassoorten geprobeerd en u merkt dat de kopvoorn wil bijten, maar bijt niet door. Nee, hij komt er aan kijken en nipt eraan en dus daar blijft het bij. Ze zijn wel geïnteresseerd, maar ik heb nog niet de juiste maat of niet de juiste kleur of setup gevonden. Mark, we gaan niet zeggen waar dat we zitten aan de Demer, maar wat vind je van deze locatie? Dat is super. Ja? Ja, dat is echt onvoorstelbaar. En achter de hoek komt er nog een ander beek in uit en die is zo proper. Die is, ja, denkt 5 of 6 meter breder en dan zit je in het buitenland. Dat is heel simpel. Volledig kiezel ondergrond. Enorm veel waterplanten erin, dat is echt precies een chalkstream van Engeland. Het is prachtig, het is echt prachtig. Dus, ja, vorig jaar was de Demer eigenlijk maar nog, zeg maar, een snelstromende rivier vanwege al de regenval. Ja. En dan vraag je je af, ja, vindt al die vis zijn weg terug? Maar blijkbaar toch wel. Ja, inderdaad, dus dat was wel voor gevreesd dat al de vis weg zou zijn. Nu, dat zal wel een heel deel verdwenen zijn, gewoon omdat de rioleringen ook overgelopen zijn, allemaal in de Demer terechtgekomen en dat er zo'n vergiftiging geweest is van de vissen. Dus het zal serieus geminderd zijn. Nu, we vreesden voor in de Ardennen hetzelfde, hè, want dat waren rivieren die ineens al bijna 100 meter breed waren en lang buiten de oevers getreden, heel de rotsblokken terug verdwenen. Op verplaatst en dat is ook gevreesd dat dus het visbestand enorm achteruit zou gegaan zijn. Nu blijkt dat uiteindelijk toch niet het geval is. Dus de vis, ja, waar dat er naartoe gaat, waarschijnlijk tegen de kant of in de kant ergens achter rotsblokken in diepe kuilen. Nu is het ook zo en dat is misschien dat weinig mensen weten als we dus een overstroming hebben. Dus die eerste laag, die bovenste laag van de rivier, die stroomt dus enorm hard. Maar dus hoe meer dat je naar de bodem gaat, hoe minder dat water stroomt. Dus dan is de stroming een heel pak minder. Dus dat kan hij nog altijd wel schuilhouden, achter rotsen of in kuilen. Dus het is echt die bovenste laag dat dus enorme snelheid heeft en waar dat de takken en alles wel weer meedrijven. Maar de vis heeft er... gelukkig minder last van. Maar toch heel, heel leuk en positief om te zien dat veel vis ook terug is gekeerd naar zijn locatie op de Demer. Ja, inderdaad.